Welkom bij de Avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. Vandaag, je hebt het waarschijnlijk gezien, was de grote landelijke actiedag voor Giro 555. We hebben net de voorlopige eindstand gehoord, maar ik denk ook, het kan hoger, toch? Denk je niet? Ja, en dat gaan wij doen. Dus ik heb iets slims bedacht. Elke keer dat je het komende half uur de naam Frits Barend hoort, dan doneren wij allemaal, dus wij hier allemaal, jullie thuis, een euro aan Giro 555. Oké, okay? Dus hier in de zaal, ik, thuis, iedereen, deal? Ja! Ja, oké, top. Nou, fijn, dan kunnen we beginnen met de show. Ik zeg, start de Frits Barend meter. Oké, okay, ja, hij staat al op één, want ik zei het woord Frits Barend meter. Dus ja, ja oké, okay, en daarin zit ook het woord Frits Barend. En nu staat hij op 3. Oké, okay, nou zo werkt hij dus. Goed, vandaag was dus de actiedag voor Giro 555. En die begon vanochtend vroeg. Dat is vanochtend ja, eigenlijk heel symbolisch begonnen om 5:05, 5:55. 5:55, is mooi. Mooi toch? Al was Giro 999 toch ook wel heel chill geweest. Dan hadden ze allemaal nog even lekker kunnen omdraaien. Voor degenen die vandaag niet hebben gekeken, er was ook weer een belpanel met BN'ers. Ja, het wordt hier nu langzaam drukker. Steeds meer BN'ers en ook mensen die het gewoon heel belangrijk vinden om hier vandaag te zijn, druppelen binnen. Ja, dat waren een beetje de smaken die je had, hè? Je had BN'ers en mensen die het gewoon belangrijk vonden om daar te zijn. Als je ook kijkt naar het Venn-diagram, ja, het overlapt elkaar net niet. Net niet. Bij Hart van Nederland vinden ze de slachtoffers van de aardbeving ook heel erg, maar het gaat eigenlijk vooral om de BN'ers. Ik heb Daan Bome al zien zitten, Annico van Zanten, een deel van de familie Gilles. Ja, en later vandaag komt nog Monica Geuze, Thomas van der Vlucht, Henny Huisman en nog veel meer bekende Nederlanders. Hey, en waar hebben de BN'ers nu behoefte aan? Nou, ze kunnen alle hulp gebruiken. Veel zendtijd, warme kritieken, goede kijkcijfers, alle beetjes helpen. En wat de fuck is dit? Wat is dit? Ik word gebeld. Het is Jonathan. Oh, oké. Okay. What the fuck? Hallo? Ja, Arjen. Ja, hallo. Ja, ik wil even iets zeggen tegen de mensen. Ja, je bent al bezig? Ja, want ik zie dus verwarring ontstaan. Want welk rekeningnummer is het nou? 555? Ja, maar daar ga je al. Want je hoort dus ook steeds vaker 556. 556? Nee, helemaal niet. Dat hoor je nooit. Jawel, zie je, 556. Dat wordt ook heel vaak genoemd. En wat je dan krijgt, is dat mensen 556 in hun hoofd hebben. En dan storten ze per ongeluk hun geld op 556. Waar heb je het over? Waarvan is rekening 556 dan? Van mij. Wat? Van jou? Oh nee. Ja, en maak je geen zorgen. Ik stort natuurlijk het overgrote deel terug. Maar door die 556, door die verwarring, omdat je dat ook heel vaak hoort. Wacht even. Wat zijn nou het overgrote gedeelte? Ja, nou ja, je hebt natuurlijk altijd te maken met servicekosten. Je corrigeert voor inflatie. Je moet dat in redelijke mate wel doorbrengen. Maar hoe lang heb jij 556 al? Dat was 98 volgens mij. Orkaan Mitch. Oké, okay, en sindsdien heb je hier bij elke Giro 555-actie, zeg maar, last van. Ja, het is heel vervelend. Die tsunami in Azië, dat was het ergste. Daar heb ik echt een jaar van kunnen leven. Oké, okay. Goed. We gaan. Ja, maar mensen moeten dus goed oppassen, omdat je de hele tijd hoor je 556. Ja, nee, oké, okay, ja, helder. Jonathan, ik ga jou gewoon ophangen. Dankjewel, Jonathan van het Reven. Raar. Het is gewoon raar dit, toch? En onhandig. Er waren vandaag niet alleen BN'ers in het belpanel, maar ook BN'ers die allerlei dingen lieten veilen voor Giro 555. Je kon bijvoorbeeld bieden op een uur lang meerijden op de truck met Henk Wijngaard. Ja, bij Venray zette je er dan weer uit, hè? Zo, je uur zit erop. Hoi. Je kon ook bieden, en het was wel heel erg leuk hoor, je kon ook bieden op een lunch met Danny Vroger in Laren. Klinkt goed. Kleine kanttekening. Danny Vroger kiest het restaurant uit. Hey, en Danny, welk luikje zou je nou aanraden? Eigenlijk? En bij Jinex zat gisteren Douwe Bob en die deed ook lekker mee. Douwe Bob, jij hoorde vanmiddag over deze veiling. Toen dacht je, stop de klok. Dit kan ik ook. Jij wilde meteen ook doen met iets meeveilen. Oh, ja. Ja, dat klopt. Oh, ja hoor. Ja, zeker. Ja hoor. Dit was voor Douwe Bob behoorlijk Frits Barend. Sorry, schrikbarend.
Nee, die kan niet meer terug. Nee, die zit erin. En een van de BN'ers die in het belpanel zaten, dat was Frits Barend. Ja, de Frits Barend, inderdaad. En die had een hele leuke ochtend. Ik sprak eerder Frits Barend. Die zei, ik spreek alleen maar vrouwen. Geldt dat ook voor u? Nee, ik heb een mix. Oké, dus Frits Barend had de hele dag alleen maar vrouwen aan de lijn. Ja, ik kreeg natuurlijk ook wel mannen, maar die drukte hij gewoon weg. Hoe dan ook, Frits Barend sprak alleen maar vrouwen en dat vond hij niet heel erg. Ik heb al wat binnengekregen, ja. En leuk, alleen maar vrouwen tot nu toe. Oh, wat is het toch een oude dondersteen, hè? Ik heb geloof ik nu 7 bellers gehad. En opmerkelijk, ik heb pas 1 man aan de telefoon gehad. Het zijn alleen maar vrouwen. Ja, en dan denk ik Frits Barend, Frits Barend, Frits Barend. Maar ik ben nu wel benieuwd. Waren het echt alleen maar vrouwen? Ik hoop dat het geld echt daar terecht komt en dat er niet weer alle. Oh, ik heb een beller. Nou, neem vooral op. Okay. Ik ben even benieuwd. Oké. Okay. Goedemorgen, ik spreek met Frits Barend. Wat fijn dat u belt. Wat kan ik voor u doen? Ja, u... 50 euro. 50 euro? Ja, natuurlijk mevrouw. En weer een vrouw. Het zijn alleen maar vrouwen die bellen. Ja, nu weten we het wel, Frits! Barend. De rechts deed trouwens ook mee met de landelijke actiedag. Giro 555 is lekker bezig. Heb ik verder geen grap bij. Nee, in Emmeloord werd ook ingezameld en daar heb ik straks wel een grap bij. Deze kapsalon in Emmeloord geeft de volledige opbrengst van de afgelopen dagen aan Giro 555. Ja, super. Fantastisch. Ja, heel mooi. Ja. Ja, heel mooi. Zijkantjes niet te lang, middenstuk helemaal weg, netjes. En door het hele land waren er acties en er was zelfs een speciale bus. Hier is de bus zojuist aangekomen, de Giro 555-bus. En deze bus herinnert mensen natuurlijk aan de verschrikkelijke ramp in Turkije en Syrië. Hoezo? Dat is gewoon een hele mooie bus. Geen krasje, niks. Nou, hierna werd de buschauffeur ook nog even aan de tand gevoeld. Heeft u zelf gedoneerd trouwens? Ik heb wel gedoneerd, ja. Ja. Dus dat, ja. Nee, het is natuurlijk gewoon een fantastisch goed doel. Maar 555, altijd goede doelen. Ja, 555, gewoon altijd goed. Ik ben fan, hè. Zo knap hoe ze iedere keer precies aanvoelen waar geld naartoe moet. Oekraïne, Beirut, Haiti, gewoon altijd weer raak. En altijd met Frits Barend. Dat is echt schitterend. Maar hij heeft wel gelijk. Het is een heel goed doel en in het aardbevingsgebied is alle hulp hard nodig. Ook dat personeel moet worden geworven in deze chaos. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel heel erg moeilijk. En ja, wat Frits net ook zegt. Frits Barend, die in het belt. Laten we er alles aan doen om al het geld op de juiste plek terecht te krijgen. Ja, lekker bezig. Laten we er inderdaad alles aan doen. Iedereen, Henk van Dorp, Barbara Barend, haar vader. Iedereen. Maar er was vandaag 1 groep die misschien niet heeft gebeld naar 555. Want ik las deze week dit. Steeds meer jongeren hebben last van belangst. Millennials durven gewoon niet te bellen. En dat is best onhandig bij zo'n actie met een belpanel. Nou, wij hebben op de redactie ook zo'n hipster millennial met belangst. En hij wilde toch graag geld doneren. Dus ik heb geprobeerd om hem vandaag een beetje over zijn fobie heen te helpen. Met de juiste begeleiding. Oké, Tex, ik ga hier doorheen loodsen. Komt helemaal goed. Wat altijd helpt is van tevoren goed te repeteren wat je wil gaan zeggen. Oké. Goedemiddag, met Tex de Wit. Ik wil graag 100 euro doneren voor Turkije en Syrië. Goedemiddag, met Tex de Wit. Ik wil graag... Goedemiddag, met Tex de Wit. Ik wil graag 100 euro doneren voor Turkije en Syrië. Nog 1 kopje. Moeten we niet gewoon gaan proberen? Ik denk echt dat je er klaar voor bent. Oké, here we go. Giro 555 met Annico van Santen. Ah! Moet je even pauzen of wil je even een podcast opnemen? Of? Nee, ik ben oké. Ik wil het proberen met een andere telefoon. Ik zit vast! Goedemorgen, ik spreek met Frits Baarle. Wat kan ik voor u doen? Goedemorgen, ik spreek met Tex de Wit. En... Goedemiddag, met Tex de Wit. Ik wil graag 100... Ja, goedemiddag, ik spreek met Tex de Wit. Ah, ik kan dit niet! Havermelk, snel, haal havermelk! Goedemiddag, met Tex de Wit. Ik wil graag mijn... abonnement op de Veronica-gids opzeggen, want ik lees hem nooit meer. Dank u wel. Goedemiddag.
Yes, ik heb het gewoon gedaan. Ja, je had wel één versprekingje. Je zei Veronica-gids opzeggen in plaats van geld doneren. Oh ja, nou, dat waren even de zenuwen dan, maar... Het gewoon geflikt, man. Dit voelt echt als een overwinning. Dankjewel. Ja. Oh. Ja, heel goed gedaan. Ga lekker uitrusten. Ja. Tex, je hebt mijn telefoon geleend. Oh, shit. Ja, hij staat daar. Ah, top. Kijken of ik nog iets gemist heb. En dat was vandaag. Waarschijnlijk dan wel voor de bloemetjes en de bijtjes. Maar eerst nog even dit. De avondshow wordt mede mogelijk gemaakt door Rotonde Kunst. Rotonde Kunst, daar ga je met een grote boog omheen. Rozen verwelken, scooters gaan hard. Kijk de uitzending terug op NPO Start. Mooi, toch? Prachtig. Sowieso alles van Gorter. Prachtig.